Goedendag, daar zijn we weer. Ik heb onze corrosie-expert weer meegenomen, Mascha. En ja, om jullie toch even te laten zien hoe belangrijk corrosie is. Er is iemand geweest die was corrosie-idioot. Ja, helaas is die niet meer. En die heeft een boek weten te schrijven van bijna 700 bladzijden. En hier staan heel veel verschillende corrosievormen in. En mocht je een keer een weekendje niks te doen hebben, of het wordt vanzelf weer een keer Sinterklaas. Het boek is zeker aan te raden. En het mooie is, er staan hele grote foto's in en heel weinig tekst. En je kan er echt je voordeel mee doen. En ik heb hier een stukje leiding heb ik gekregen van Mascha. Een RVS, klopt dat? Ja. RVS leiding. En lassers zullen het misschien herkennen dat ze de best gedaan hebben om mooie las te maken. En daar hebben ze echt 100% de best op gedaan. En dan krijgt een las ongeveer... Zo'n uiterlijk. Ja, zo'n uiterlijk. En wat krijg je dan als lasser te horen? Dat je je werk niet goed hebt gedaan. Hè? Dat je je werk niet goed hebt gedaan. Nou, dat wil je natuurlijk helemaal niet horen als lasser. En, maar ja, hoe kom je er dan achter wat het is? Want dan is het wat je net zei, dan is het meestal zo dat de rest van de installatie ook klachten krijgt. Ja, vaak bij de eerste las krijg je, de eerste, twee, derde las, krijgt de las nog op zijn donder. Okay. En daarna ga je dus opeens denken van, hé, misschien is er wat meer aan de hand. Ja. Oude en nieuwe lassen worden op een gegeven moment aangetast. Ja. En ja, als je dan een las doorzaagt en je gaat dit soort beelden zien, dan zie je dat er wel wat meer aan de hand is dan alleen maar even een slechte las. En dan zie je dat, en dat is specifiek eigenlijk voor ook voor roestvrij. Ja, maar dit is toch gewoon slecht materiaal? Nee, het is een prachtig RVS. Okay. Maar je ziet wel dat in de warmte beïnvloede zone van de las, dat daar specifiek die bacterie eigenlijk toeslaat. Mm-hmm. En daar het roestvrijstaal eigenlijk aantast. Mm-hmm. En het mooie van verschil tussen eigenlijk de microbiologische aantasting van roestvrijstaal, die eigenlijk dus specifiek net naast de las plaatsvindt, ten opzichte van chloridepitting, is dat bij chloridepitting gaat het er gewoon zo rechter doorheen. En bij microbiologische corrosie gaat hij, als die hier het RVS binnengaat, kan die op een hele andere plek kan die naar buiten okay, komen. Oké, dus een soort ondertunneling eigenlijk. Ja, een soort RVS houtworm. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Maar stel, je ziet alleen dit stukje leiding. Ja. Wij hebben dan het geluk, wij kunnen er zo in kijken ja, en zien. Dat is best prettig zo. En, ja, dat is best prettig zo, maar kan de klant meestal niet. En ja, Robin die aan de andere kant van de camera staat, die heeft hier misschien ook een uitdaging in. Ja, die ziet er dus niet, zegt hij. En hoe ga je dit dan bekijken? Dat is ook al heel erg de combinatie met of het er zo uitziet en het medium wat er natuurlijk er doorheen gaat. Als mm-hmm. hier een zuur doorheen gaat, dan verwacht je niet zomaar microbiologische aantasting. Of als er met een zoutoplossing met veel chloride, dan kan dat natuurlijk ook nog iets met chloride zelf te maken hebben. Dus het is ook wel afhankelijk van. Snap ik uit wat je net zei, sorry dat je onderbreek, dat als je met een zuur te maken hebt of met chloride, dat je dan geen mik kan hebben? Je kan uiteindelijk ook natuurlijk wel met in zeewater alles ook microbiologische corrosie hebben. Alleen dan hoeft dit niet per se door okay. microbiologische corrosie. Het kan ook puur door bijvoorbeeld chloride. Ja, maar met zuur bijvoorbeeld, of met een loog. Dan krijg je niet dit aantastingsbeeld. Nee, omdat dan de beestjes niet kunnen groeien, zal ik maar even zeggen. Ook dat, maar ook echt een lage pH-waarde en echt heel erg hoge pH-waarde vinden ze wat minder lekker. En uh-huh. je krijgt er eigenlijk anders, puur door een zuur of zo, krijg je ook een ander aantastingsbeeld. Oké, okay. Ja. En is dit RVS 304 of 316 of maakt dat voor Mick helemaal niet uit? Nee, het maakt voor Mick niks uit. Oh. Nee, niet tast en wat dat betreft bijna alles aan. Nou, dat is lekker willekeurig dan. Daar kan je ook weer niks mee. Nee. Ja, weet jij nog een mooi middel hoe je kan zien dat RVS 304 is of 316? Of een molybdeen aanwezig is, hoeveel er is? Nee, maar we hebben een keer iemand gehad die werkte bij een staalfabriek. En als daar dan mensen kwamen die nieuw waren binnen het bedrijf, dan hadden ze altijd als grapje van, als je nou zekerheid wil hebben of je met RVS 304 te maken hebt, met 316 moet je er even aan likken. En dan zijn er dus volwassen kerels en vrouwen die even likken aan het staal. Ja, maar dus wil je nog een keer iets leuks uithalen met een van je nieuwe collega's. Maar, en maar likken. Ja, en maar likken. Ja, en dat ze het nog doen ook. Oh ja. Maar, even alle gekheid op een stokje, typerend voor Mick,
is dat het op een hele andere plek waar het begint, kan het naar buiten komen. Ja, en roestverstaal zie je dat hij dus specifiek rondom de lassen eigenlijk met name aantast. Ja. En je zag bij staal een andere keer dat dat dus eigenlijk gewoon over het hele oppervlak aan kan tasten. Ja. Dus het geeft dan een heel ander schadebeeld. En is er nog een bepaalde termijn te noemen waarbinnen MIC optreedt? Nee. Nee, dus eigenlijk met alle corrosievormen kan je heel weinig van zeggen. Als er maar de omstandigheden dusdanig zijn dat die microbiologie moet ten eerste tot groei komen. Dan moeten ook nog de alle andere omstandigheden ideaal zijn. Mm-hmm. Je ziet ook dat perfecte lassen, die zijn iets beter bestand. Mm-hmm. Je ziet ook dat de fabriekslas later wordt aangetast dan een las die gewoon ter plekke gemaakt is. Ja. Dan heb je toch minder goed met backinggas en minder goed kunnen beschermen. Dus je ziet wel dat dat verschil uitmaakt. Maar neem nu, ik ben helemaal geen lasexpert, maar je hoort mensen die zeggen van je hebt laserlassen en je hebt gewoon lassen. En laserlassen zou met minder warmte gaan, waardoor je minder materiaalbeschadiging zou krijgen. Zie je dat ook terug met MIC-vorming? Nou, je ziet wel de meeste MIC-vorming wanneer de warmte beïnvloede zone eigenlijk wat dat het meest mishandeld eigenlijk is. Mm-hmm. Dus dan is er wel een aanleiding om. Dus er is een verband? Er is wel een verband, ja. Okay. Nou, lassers, voor deze keer hebben we jullie toch een beetje hard onder de riem gestoken. Dat als er een schadebeeld komt aan een las, dat je misschien ook aan je leidinggevende kan zeggen van joh, misschien moeten we ook verder kijken. Tuurlijk kan ik een keer een verkeerde las gemaakt hebben, maar misschien is het wel MIC. En hopelijk hebben jullie dit keer er weer wat aan gehad. Marcia, hartelijk bedankt weer voor je inbreng. En we gaan nu het volgende hulpstuk uit je vrachtauto halen. Want je vraagt Marcia om iets mee te nemen, dan komt ze zowat met een vrachtauto. Dus echt een vakidioot is het wel. Tot de volgende keer weer. Tot de volgende keer. Mocht je iets te melden hebben, mag altijd, hè. Dag.